Ja, de Hells Angels waren een bepaalde periode heel erg in het nieuws. Dat begon denk ik met de dood van Sam Klepper. Die kreeg een soort staatsbegrafenis van de Hells Angels in Amsterdam. Daar was een hoop gedoe over. Je had ook die Nomads in die tijd, dus, waarvan er drie vermoord waren. En niet duidelijk werd hoe dat precies kwam. Toen had je Willem van Bokstel, dat was de leider van Hells Angels. Die mocht geen Hells Angel meer zijn, omdat hij in de onderwereld dingen had gedaan die grote groep van Hells Angels weer niet wilde. En wij dachten, wij willen wel eens precies weten wat zich nou echt achter die schermen afspeelt bij die Hells Angels. Dus we hebben ook vanaf het begin gevraagd om met hen te mogen spreken. Maar ze leggen ook in de uitzendingen uit dat ze dat eigenlijk nooit deden. Maar ze wilden nu wel eens een keertje dat wel doen om iets terug te zeggen. Want die pers, die media, die deugt niet. Die zeggen altijd verkeerde dingen over de Hells Angels. En ze wilden nu wel eens een keertje iets terug zeggen. Dus opgenomen in het hoofdkwartier van de Hells Angels in Amsterdam. En ze werden toch wel pittig, voor zover dat mogelijk was, ondervraagd door Dirk Baijens, die uitzending verder heeft gemaakt. En ik vond dat toch een openbaring om dat te zien. En je voelt ook dat ze natuurlijk voor een gedeelte, als je naar die uitzending kijkt, een toneelstuk opvoeren. Maar omdat je het over je voelt. Ik bedoel, ze zitten bijvoorbeeld allemaal met glaasjes water aan de tafel. Nou, volgens mij was dat de enige avond dat er alleen maar water is geschonken bij de gelegenheid dat ze eens bij elkaar komen. Maar dus zij voelde ook wel dat ze. Ze wilden wel iets terugzeggen. Ze gaan ook wel in op de vragen. Maar je komt niet alles te weten. Ik geloof wel dat ze het nog wilden zien voordat het werd uitgezonden. Dus we hebben hier in het gebouw van de VARA nog een zitting gehad met de top van de Hells Angels die naar de uitzending kwamen kijken. Want we vonden dat goed onder voorwaarden. Je mag komen kijken, dan weten jullie wat we van vinden. Maar we veranderen niks meer. En zo is het ook precies gegaan. Dit was wat we gaan zien. Is ook de uitzending zoals zij hem toen gezien hebben voordat het werd uitgezonden. Het was wel een vrij heftige zitting, maar ook tijdens het interview zelf, je ziet gewoon, het zijn twee verschillende werelden. Wat zij als heel normaal beschouwen. Bijvoorbeeld de hele discussie over Barend en van Dorp. Op een gegeven moment zijn die zelfs in zijn verhaal gaan halen bij Barend en van Dorp. En dat doen zij op hun manier, namelijk ze komen binnen, ze rammen erop, zij is excuus, niet van zichzelf, maar van Barend en van Dorp in dit geval. En gaan we weer. En verslaggever Baijens vraagt, ja, maar dat doe je toch zo niet? Dat doe je toch op een beetje fatsoenlijke manier? En dan zie je het onbegrip aan de andere kant, de fatsoenlijke manier. Alsof ze er nog nooit van gehoord hebben. Het is gewoon een volkomen andere wereld waarin zij leven. Met hele andere normen en waarden en afspraken en dingen. En ik vind dat dat heel erg duidelijk wordt. Geweld, drugshandel, moord. De Hells Angels zijn de meest besproken motorclub van de afgelopen weken. Want het is namelijk zo. Ik vertel Jana wat hoe het toen gegaan is die avond. Die avond is gewoon zo. De afdeling Amsterdam laat zich voor het eerst uit over interne problemen. Zoals de afzetting van hun president Willem van Bokstel. Het feit dat hij tegen ons gelogen heeft, dat hij dingen verzwegen heeft, dat weegt voor mij zwaar genoeg om te zeggen, ja, dit kan niet. Dat kan hij niet doen, dat kan ik niet doen. Al zit je 50 jaar bij de club, dat doe je niet. En dat betekent finito. Zembla, over de macht van de Hells Angels. Alles kan ik vragen. De Klokkie en de Tokkies. De Klokkie en de Tokkies. Dat kun je mooi optreden. Die kijkers, ze kosten wel €1700. Dat wordt moeilijk. Dat wordt een stuk moeilijker. Maar we kunnen ze in ieder geval een woonruimte aanbieden. We hebben nog wel een kar van vanavond. Het is allemaal geregeld. Op een feest. Alles is geregeld, eten is geregeld, de tafels zijn geregeld, de zangen is geregeld, de muziek is geregeld. Paul Walser is de rest is alles geregeld. Eten wordt gebracht voordat we de grafrit gaan doen. Voor de grafrit wordt het eten gebracht. Als we terugkomen kunnen we meteen eten. Wat komt er misschien voor mij? Kretek. Doen we ook. Kretek erbij. Nee, het is te wachten op de Harley World. Wat is dat rest ook weer? Dat was blauwe voor een goedkope Harley. Het moet er ook op, zeker? Ja, kom op.
Goedendag. Hier gaat het allemaal. Al die voetbalsupporters, tenminste voetbalsupporters, die spelers van Ajax. Ik denk dat ze wel een mediatraining krijgen. Moeten ze met de pers moeten praten. Oh ja, de clubkast is leeg. Aan deze tafel zit de top van de Amsterdamse afdeling van de Hells Angels. De president Unu. Vicepresident Harry. Hells Angel van het eerste uur Kees. En de jongere Tommy. Ze willen voor één keer uitleggen wat er aan de hand is. Laten we eens beginnen over hoe waar de pers uit willen treden is. We kennen niet anders op het ogenblik. We hebben zoveel ellende en onzin moeten wij uit de krant vernemen en van de televisie en noem maar op. Omdat het allemaal maar van één kant belicht wordt. En sinds 98, 99 hebben wij ooit eens besloten om een persstop te houden. Maar ja, wat de resultaten ervan nu zijn, is dat wat nu aan de pers wordt voorgekauwd door het OM of wat dan ook, wordt allemaal maar klakkeloos overgenomen. En dat houdt in dat je nu zo'n stapel hebt van allerlei onzin wat er over ons wordt geschreven. En ja, we zijn nu eigenlijk op het punt gekomen, ja, we moeten nou wel eens even een beetje de boel gaan in ieder geval toelichten. Bepaalde dingen. En voor de rest, anders worden wij geslacht. De Hells Angels, afdeling Amsterdam, ontstaat midden jaren 70 uit een groep onaangepaste jongens. De Krijtlerploeg Oost. Ze beginnen naar Amerikaans voorbeeld een zogenoemd chapter. Eén van hen noemt zichzelf de president van de groep. Dat is Willem van Bokstel. Nou, het eerste wat je zou moeten doen is een motor aanschaffen. En het tweede zou je toch je kleuren moeten verdienen. En die verkeer op bepaalde manieren verdienen. Je kan je eigen warm maken in de vechtpartij, bij wijze van spreken. Ja. Helemaal spijs of zo, niks om te hoop. Zo is het toch? Niks om de criminals, ze vechten toch allemaal en wij worden er verheen gekeken. Je moet er met vechten verdienen, bij je baas ook. Je moet staken, je moet alles doen. Ga janken. Vechten is gewoon een vorm van verveling. Is het toch gewoon? Wel verveling. Waarom vechten wij verveling? Nee, niet dat verveling. Anders komen we met die tent niet in. Ga jij vechten? Want dan kom je tent niet in. De Hells Angels gedragen zich vanaf het begin gevelddadig. Cafés worden lastiggevallen en er wordt regelmatig op straat gevochten. Zo dwingen zij bij de gemeente een clubhuis af. Huis werd toentertijd openlijk harddrugs gebruikt. De activiteiten van de Hells Angels worden ondersteund door de afdeling jeugdzaken van de gemeente Amsterdam met een jaarlijkse subsidie van 21.000 gulden. Omdat de toen heersende opvatting politieke meerderheid in de raad, ook als ja, dat is een club jongens die op brommen rijden, ja, dat is een beetje dat romantische beeld, stoere jongens, kruidlers en ze houden zichzelf bezig. En zoals dat toen heette, randgroep jongeren, dus de onderkant van de samenleving. Nou, als we die met de subsidie op het betere pad kunnen helpen. Nou, zie hier de romantiek. Ik wil zo bekijken dat de gemeente in de tijd toen ze in feite last van ons hadden, dus dat er cafés inderdaad, het is gebeurd, een paar geslagen werden door een simpele knokpartij. Maar je pikt ons er nou toevallig uit, maar er lopen godverdomme wel 30 motorclubben in de stad rond. Berichten over geweld door de Hells Angels zijn er voortdurend. Uit andere cafés. Het hele jeugdwerk in Amsterdam, wat op een gegeven moment stop stond. Door dat kon weer open gaan. Er gingen weer bepaalde tenten open, omdat ze niet meer bang van ons waren, omdat we onze eigen tent hadden. Ja, kijk, dat is allemaal in mis gegaan, want er lopen nog wel 20 motorclubs in de stad rond, of brommerclubs, of hoe je het noemen wil, die hier niet durven komen.
De club kan zich in alle rust verder aan de Wenkenbachweg organiseren. Vrijwel niemand doet ooit aangifte van een strafbaar feit tegen hen. En de politie vertoont zich zelden in en rondom het clubhuis. Het geeft in elk geval wel het gevoel aan de club zelf, of de wetenschap aan de club zelf. Wij hebben aardige ruimte, want is er toch niemand die ons een stroopbreedte in de weg legt? Ja, en dan zijn de grenzen gaan dan natuurlijk steeds verder wijken. Ook uitproberen, hoe ver kan ik dan gaan? Waar liggen dan die maatschappelijk aanvaardbare normen? In het belangrijkste onderzoek naar georganiseerde criminaliteit van de jaren 90, het Van Tra-rapport, worden de Hells Angels in verband gebracht met drugshandel, wapenhandel, afpersingen en diefstal. De motorclub wordt beschreven als een zeer goed georganiseerde criminele bende. De invloed op de Amsterdamse Wallen wordt steeds groter. De cafés Excalibur en The Other Place in Amsterdam zijn inmiddels eigendom van de president van de motorclub. De eerste echte grote politieactie tegen de Hells Angels vindt plaats in 2001. Bij een inval in Angel Place worden nauwelijks wapens aangetroffen. Wel komt het tot schermutselingen tussen de Hells Angels en de politie op de weg voor het clubhuis. Dat is allemaal gevochten met de politie. Dat is allemaal gevochten met de politie, ja. Ja, omdat hij een normale vraag stelde aan die baas van de ME, omdat zijn zoon werd meegenomen. Je hoeft die jongen geen handboeien om te doen, want het was een, hoe oud was Rocco toen? 16, 17 jaar. Er hing 5 man in zijn nek. Zijn vader, die zei gewoon tegen die gozer, helaas, de jochie van 17 jaar, je hoeft hem geen handboeien om te doen. Ze klapte met 4, 5 man in zijn rug. Wat doet de vader dan? Iemand zijn zoon wordt door 3, 4 agenten nogal hardhandig aangepakt. Ik weet niet of jij kinderen hebt. Maar als jij kinderen hebt en je ziet je zoon pijn lijden, dan doe je daar wat aan. Ongeacht wie hem pijn laat lijden. Maar je gaat toch niet voor eigen rechten spelen? Je gaat toch dat niet... heeft er niks mee te maken. Jouw kind, als jouw kind op dat moment pijn hebt. Dus, nou, maar wacht even, Tommy. Nou is het dus omdat de heren een uniform aan hebben, die zou ik mijn kind zou weg moeten laten slepen. Is dat een vorm van eigen rechten spelen? Ze voeren de wet uit. Ah, voeren ze de wet uit op die manier. Dus emotie gaat altijd boven verstand. En als jij op dat moment jouw kind pijn ziet lijden, dan doe je daar wat aan. Maar je denkt toch ook nog na? Er is toch ook nog zoiets als een... Jij hebt geen kinderen, heel duidelijk. Ik bedoel, als jij je kind pijn ziet lijden, doe je daar onmiddellijk wat aan. Dan ga je niet eerst nadenken van, oh, mag dat wel of dit? Nee, dan doe je meteen wat aan om te zorgen dat het kind geen pijn meer hebt. En dat weten mensen dus... Maar dat is, jullie houden je dan niet aan de regel, niet aan de wet? Over het op straat provoceren en weet ik veel, intimideren? Ja, waar hebben we het over? Nogmaals, ik schaam me er niet voor dat ik reageer op een reactie. Als ik zie dat mijn kind pijn wordt gedaan, dan reageer ik erop. En dan kun je dat aangerechten noemen. Dan ben ik mijn aangerechten. Maar dat is mijn moraal als vader. En ik neem aan dat elke vader dat zou doen. En wordt dat betiteld als aangerechten. Allah had zaad zo. Dan draag ik daar de consequenties voor. Maar je blaagt met je poten van mijn kind af. Ja, ik net of zou jij niks doen? Nou, maar waarom is er altijd, sprake van intimidatie op straat? Omdat je moet één ding niet vergeten. Als in die drag waar wij lopen, de leer, motors. Dat is natuurlijk, of je nou Hells Angels bent of weet ik het wat. Van wat voor motorclub dan ook. Dat is altijd voor de burger, is dat een beetje een... Toch wel een intimiderend gezicht. Ja, maar vinden jullie dat grappig? Dat mensen bang zijn op straat? De mensen hoeven niet bang voor ons te zijn. Dat doen de mensen hun eigen aan. En kijk, laten we wel wezen. Er is in het verleden best wel wat gebeurd. We zijn geen padvinders. Kijk, en als er een wijf hier wel eens verkracht... Er is ooit eens een verkrachtingszaak geweest. Wat ik het was in 374. Ja, als we daarna nog over moeten praten, dan kennen we nog een avondje door. Want dan maar dan begint het pas. Dan begint het pas. En het is incident na incident op een gegeven moment. Ja, dat is wat je ervan maakt. Ja. Als je graag een incident wil zien, kun je natuurlijk op elke slag kies uitleggen. We hebben zojuist bezoek gehad van de Hells Angels. En zij willen benadrukken dat de Hells Angels uitsluitend een motorclub is. Zij zijn het zat dat wij ook in dit programma allerlei verdachtmakingen over hun... uiten en zeggen daarbij, corrigeer dat bij deze. Frits, wat is jouw nieuws? Dat ik hier voor de camera mijn excuses daarvoor moest maken bij deze, Brian Roy. December 2000 laten de Hells Angels weer gewelddadig van zich horen.
De motorclub bezoekt de studio van Barend en Van Dorp en geeft het presentatieduo klappen, omdat ze de Hells Angels een criminele organisatie noemt. Barend en Van Dorp bieden excuses aan in de uitzending en doen geen aangifte van een strafbaar feit. Gast van die avond, Louise van der Laan, doet dat wel. Wij zaten in de schmink. Henk zat links van mij, ik zat hier en er zijn nog twee andere stoelen. En dat is altijd een heel ontspannen moment, hè, voor zo'n uitzending. Iedereen zit een beetje met elkaar te praten en het is heel gemoedelijk. En toen kwamen er vier of vijf mannen binnenlopen die ik niet kende. Maar ja, dat is ook logisch. Ik ken niet iedereen daar. Een beetje spijkerbroeken, leren jekken. En dat, ja, heel veel van die cameratypes die zijn zo. Dus ik dacht, die zullen er wel bij horen. En echt binnen een paar seconden opeens begonnen ze... in ieder geval eentje begon Henk te slaan. Dus iedereen schrok natuurlijk ongelooflijk. En het is heel raar, want je denkt helemaal niet na over wat je dan doet. Het enige wat kennelijk je instinct, je lichaam zegt, is weg daar. Dus ik ben samen met de make-up juffrouw naar buiten gegaan. En heb meteen alarm geslagen en gekeken of er iemand was van de beveiliging of iets anders. Maar het ging allemaal ongelooflijk snel. Daar zijn klappen uitgedeeld. Herstel. Wat ik heb gehoord was één klap in zijn oog, dacht ik. Ja, in zijn oog. Maar wie waren daarbij, bij Barend en Van Dorp? Een aantal mensen. Een aantal mensen van ons waren erbij. Het is, die lui, die maken zo'n praatprogramma. En dan maken ze ook bijvoorbeeld bepaalde mensen van ons belachelijk. Deze keer was het Sam Klepper, die net begraven is. Ja. En iedere keer zuigen tegen hem dat wij ook criminelen zijn. En toen was het maar vol bij sommigen van ons. Ja, nou, wat doe je dan? Dan bel je op en dan bel je op. Of dan zoek je contact en dan zeg je van... Nee, ik zal het even terugdraaien. Sam Klepper was nog geen week dood. De man was doodgeschoten. Het was voor ons een... Schok. Ja, iedereen zat nog in zijn schok. Of in zijn shock. Het is natuurlijk niet niks. Het was voor ons ook een gebeuren, dat hebben wij dan ook meegemaakt. Wat er in Almen gebeurd was natuurlijk één groot emotionele toestand. Ook iedereen was emotioneel erover. We hadden hem een prachtbegrafenis gegeven. De man kwam daarna heel breed steeds uitgemeten, elke avond bij Barend van Dorp op televisie. Nou, hoe die twee mensen... ik weet niet waar ze altijd maar naartoe... Wacht maar even, Kees. Waar die mensen nou elke keer naartoe willen, weet ik niet. Maar als ze een ladend voorwerp hebben om iemand belachelijk en zwart en weet ik veel, van alles, noem maar op. Op zo'n moment hebben we te maken met familie. Die ook naar die programma's kijken. En die nog steeds in die emotionele gebeuren zitten. Ik word er zelf nou ook weer een beetje laap van eigenlijk. Want het is namelijk zo. Ik vertel Jana wat hoe het toen gegaan is die avond. Die avond is gewoon, zijn er 's middags mensen bij ons gekomen en zeker bij mij huilend. Van, kan het nou niet eens een keer ophouden daar, oh. Want we zitten elke avond nog steeds met huilende kinderen en met een huilende vrouw en een huilende zuster en noem maar op. Toen zijn er een paar jongens geweest die hebben gezegd van in een spontane actie, we gaan er naartoe en we gaan het wel eens even vertellen daar, oh. En toen hebben jullie ook geëist dat zij excuses aanboden op de televisie. Dat gaat heel ver. Dat is een vorm van censuur bijna. Ten eerste praat je over een broertje van me. Dus het is gewoon een soort met familie van me. En dan verwacht ik niet van twee reporters of wie dan ook in de hele wereld die hem proberen zwart te maken. Met wat dan ook, om ook belachelijk te maken. Want ze zitten er gewoon over te lachen tijdens zo'n programma. Ik vind, als jij eigenlijk durft te verschuilen achter jouw microfoon. En je denkt achter de zootje camera's van, nou, ik kan toch wel alles zeggen over iemand. Zijn er ook wel eens mensen die dat niet pikken. Nou, ik ben toevallig ook een persoon die zegt van, luister, als je het over mijn broertje hebt, heb je een beetje respect voor hem. Die man ligt net 5 dagen in zijn graf. Daar is een spontane actie uitgekomen. Maar is het ooit bij jullie opgekomen om gewoon contact op te nemen met het programma en gewoon te zeggen, dit gaat te ver? Ja, dat hadden we eigenlijk achteraf moeten doen. Van, nee, als we dat per papier of met de advocaat, ja, dan denk ik dat we het zullen winnen. Achteraf zijn we gesprekken geweest, ook met hogere geleerden, die ook weer zeiden op televisie van, ja, jongens, als die een advocaat in handen hadden genomen, hadden ze het zelfs nog gewonnen. Maar ja... Kijk, voor ons was die avond over, basta, weet je wel. En een week later... Ja, maar voor de betrokkenen helemaal niet. En een week die angst later, die is enorm en die gaat nog heel lang door. Een week later dus nu zeggen jullie eigenlijk van, daar hebben we spijt van. Dat er klappen zijn gevallen. Ja, ik heb er geen spijt van, want ik leg je net uit.
Want wie dat gedaan heeft, weet ik niet. Maar nogmaals, dat is een reactie. U heeft aangifte gedaan. Wat is er eigenlijk uit het onderzoek gekomen? Ik heb er nooit meer wat over gehoord. Ik ben natuurlijk wel nieuwsgierig wat ze dan doen. En ze gaven, de politie gaf wel van tevoren aan, ja, we hebben niet een duidelijk signalement. Dus tenzij er iets duidelijk op de band staat, is het natuurlijk heel moeilijk om daar dan mee aan de slag te gaan. Maar het is, ik heb nooit verder iets gehoord. Dus ja, voor mij bestaat in ieder geval de indruk dat er niet echt iets mee gebeurd is. We hebben nooit wat gemerkt. Dus dan, omdat wij niks gemerkt hebben dat er een onderzoek naar ons is, doet het weer zo naar buiten komen als dat wij de macht zouden hebben, dat de politie het niet zou durven om ons dan op te halen. Wat is dat nou? Als de politie nou zijn werk niet doet. Maar er wordt wel gevraagd en gepoest en gepoest. Doen we het dan? En dan gaan de reporters schrijven. Ja, ook natuurlijk uit een menselijk oogpunt. Waarom pakken ze die gasten niet aan? Zijn ze dan zo machtig? Hoezo zijn we machtig dan? De Amsterdamse Hells Angels zijn berucht tot over de landsgrenzen. In Kopenhagen is een speciale afdeling van de Deense politie gevestigd die zich alleen bezighoudt met de bestrijding van criminaliteit van motorbendes. De Denen hebben een jarenlange bendeoorlog gekend tussen de Hells Angels en een andere grote motorgang, genaamd de Bandidos. We have never seen anything alike. Normally we say that Denmark is a very peaceful country, but in this war we saw that they used hand grenades, they used explosives, they used car bombs, they used machine guns. They broke in to jails in order to try to kill each other with machine guns and shot in the cells. They also used anti-tank missiles, which were stolen from our army, and they used that against maximum security prisons in order to see if they could hit each other inside the prisons or at parties. It was a very, very fierce war. We have never seen anything like it. De strijd werd aangegaan met de Hells Angels en gekozen werd voor een zero-tolerance-beleid. Zo'n 150 leden van rivaliserende motorgangs belanden achter de tralies. We haven't proved that this is a criminal organization. But what we have proved is that this is an organization of criminals. So if you see the balance here. So I think that we can prove that there is interaction, there is crime going on between the various chapters, there is some kind of supremacy, but it's very hard for us to actually to prove that. Volgens diverse politiediensten werken de Hells Angels internationaal met elkaar samen. De Amsterdamse Hells Angels spelen daarbij een leidende rol. What we see is that Holland, the Amsterdam chapter of the Hells Angels is a mother chapter for the whole Europe. So it's considered as a supremacy chapter for the rest of them. They have a higher rank. So every officers meeting, president meeting will be chaired by the Dutch. They are, so to say, the leader chapter in Europe. The Hells Angels have a very flat structure hierarchy, but still they have a mother chapter, and the Amsterdam chapter is a mother chapter. So it will be consulted in anything that deals with anything of a broader interest for the Hells Angels. For instance, during the war, there was a lot of meetings going on between Denmark and Amsterdam and the other ones, because this was a war that affected also, you know, the integrity of all the other chapters. So we see a lot of travel activities. We also see that Hells Angels members from Denmark actually are transferred to Dutch chapters and vice versa. So they have very, very close links. Well, we know for a fact that Amsterdam has been a major transit point for drug shipment. And when there is a dispute, they're the one who will settle them. They're the one that have normally an influence on decision making. They also will put forward motions at the European or world level regarding changes within the Hells Angels organization. Inderdaad, Amsterdam is de mother chapter en de Belgische Angels mogen eigenlijk niks groot organiseren of doen. Of als ze zware problemen hebben intern, dan moet dat beslecht worden door Amsterdam. Hoe kan dat? Dat is eigenlijk een beetje. Die zijn leidinggevend. Dat is misschien iemand. Nou, dat is ook niet waar.
staat geschreven in de kranten en de media dat ze zeggen dat wij de leiders, of tenminste de leiders zijn van hier in Europa. En in Nederland, dat is niet zo. Nogmaals, we zijn een democratische club. Ieder land heeft zijn eigen chapters. En de presidenten, idem dito met Amsterdam. Wij hebben enkel maar met Amsterdam te maken. En niet met andere landen. En de leden steden. Zien elkaar toch heel vaak? Jawel. En wij komen elkaar tegen in Ruts. In Denemarken wordt gezegd van er gingen Amsterdammers ook naar Denemarken. En Denen komen hier. Ook hier naartoe, ja. En men ondersteunt elkaar in bepaalde zaken. Kijk, bijvoorbeeld drugs. Laat mij erop antwoorden, want ik weet gewoon dat het... Dat is gewoon weer een beeld dat opgeroepen wordt door de media. En dat klinkt raar. Ja, maar klinkt, u zegt dat... Nee, dat klinkt gewoon... Dan heb je je verhaal van een of andere politievent... die ook weer vermoedelijk een paar strepen moet halen. Natuurlijk komen de Denen graag naar Amsterdam toe. En Scandinaviërs, die constant op hun hout worden gezeten door de politie. Als die met een wagenkindje een weekendje willen stappen... gaan ze liever naar Amsterdam stappen... Want dan kunnen ze gewoon uitgaan, dan kunnen ze feestjes, hoeven niet over hun schouder zijn te kijken. Ja, we zijn een land, vrij tolerant, dus iedereen komt altijd graag overal vandaan om hier een feestje te organiseren. Maar de internationale contacten, die zijn er dus om een feestje te vieren. Juist. Niet meer dan dat. Juist, dus als je nou boven bij wijze van spreken bij ons in het kantoor gaat kijken, dan hangen er denk ik op dit ogenblik misschien wel 10 of 12 aan, misschien wel meer, uitnodigingen van clubs die hun verjaardagen vieren. Of er zijn members daar die hun anniversary vieren. Of ze hebben een tattoo gebeuren. Of ze geven zomer een verjaardag. En dan worden de mensen over de hele wereld krijgen de faxen, worden rollen de clubs binnen. Omdat dan word je uitgenodigd. En degene die zich eigenlijk dan geroepen voelt om er naartoe te gaan, dan gaan we er naartoe. Ja, en dat zijn de contacten. En dat is... Kijk, als de justitie spoken wil zien, dan zien ze spoken. De onrust binnen de Nederlandse Hells Angels begint dit jaar in Limburg. Op 11 februari rond 9 uur 's avonds vindt volgens justitie in dit clubhuis van de Hells Angels een slachting plaats. 3 leden, waaronder de president van de zogenoemde Nomad-afdeling, worden door een clubgenote gemarteld. Daarna worden ze met pistoolschoten om het leven gebracht. De lijken worden in een bus gegooid en er volgt een rit naar de Geleenbeek in Echt. Daar worden de lichamen in het water gedumpt en 2 dagen later zwaar toegetakeld teruggevonden. Volgens justitie gaat het om een collectief besluit tot moord. Nou, het vermoeden bestaat dat aan die drievoudige moord ten grondslag ligt een cocaïne-ruzie. Een ruzie over een cocaïne-deal. En dat dat geleid heeft tot die drievoudige moord. Dit zijn de Nomads in betere tijden, gefilmd door de Limburgse zender L1. Bijna allemaal zitten ze nu al maanden vast. Ze hullen zich in stilzwijgen. Wel wordt er steeds meer bekend over de vermoorde president Paul de Vries, die onder meer verdacht wordt van moord en afpersing van horeca. In de gevangenis vertelt een van de verdachten over hem. Paul de Vries is het slechtste wat ik ooit in mijn leven ben tegengekomen. Hij is de slechtste mens die ik ooit heb gekend. Hij was een lafaard. Hij zal zelf niet schieten, maar laat dat anderen doen. Paul kon wel snijden. Hij was een butcher. In totaal zou Paul de Vries 11 tot 15 moorden hebben gepleegd. 1 man sneed hij in stukken. De president behoorde tot een groep binnen de Hells Angels die zich Filthy Few noemt. Dit zou het doodseskader zijn van de motorclub. Ieder lid van de Filthy Few zou een moord hebben begaan. It does mean that this is given to Hells Angels members who has committed murder on behalf of the club. Everybody in the Danish Outlaw Motorcycle Gang War, who was convicted of murder, has this, either as a tattoo or as a mark. As a patch. Yeah. And you can see here, it's changed now to the more nice looking mark, frontline, which is not as nasty as the Filthy Few, but it is actually totally the same. And here you can see one of actually a Dutch Hells Angels, which also wears the Filthy Few in a white gold with brilliance in very expensive mark, very expensive. I think that they are extremely loaded with money. De Filthy Few, dat is uit de 60e jaren is dat gekomen. Er was een aantal mensen in New York. Er waren een stuk of 7, 8 jongens die deden niks anders dan zuipen en feesten en beesten. En dat waren de Filthy Few. En dat is een eigen leven gaan leiden. Doordat er allerlei FBI-rapporten kwamen met al die staartjes erin, wat de wings betekenden, wat de bordjes betekenden.
Het is gewoon een hele... Dat is een eigen leven gaan leiden. De field of view heeft niks te maken met zogenaamde doodseskaders... of wat je dan leest in de kranten. Of hè, dat er mensen binnen worden gevlogen van de field of view. Nou, je moet dan wel goed gestoord wezen. Als je van zo'n doodseskader zou wezen... Hè, dat je dan nog een bordje op je dinges gaat doen met field of view erop. De field of view is zuiver. En alleen is dat bordje bedoeld... Als een partycrew. Net zo goed als dat je vroeger in de 60, 70 jaar had de APC. Ja. De Amsterdam Partycrew. Dan hadden de jongens die zoals Tony, die hè, dag en nacht aan het feesten waren... hadden dat op een koller zitten. En niks meer of minder. Paul de Vries zou zich ook bezig hebben gehouden... met de invoer van honderden kilo's cocaïne... en de smokkel van honderdduizenden ecstasypillen van België naar Australië. Tot in Denemarken was men op de hoogte van die drugshandel. We have seen that there's been a lot of connection between this chapter and the Danish chapter. And we have also seen that a number of, I think, two persons was transferred to that chapter and is back in Denmark again. And our belief is, of course, that they try to link their ability of profit on drugs by having these close connections. But again, this is not amateurs. This is really hardcore criminals. They will do whatever is in their power to protect their business. Terug naar de rechtszaak tegen de Nomads. Naast de moord op drie clubleden probeert justitie momenteel ook na te gaan wat de betrokkenheid was van de andere Hells Angels afdelingen. Zo blijkt uit het onderzoek dat een van de verdachte Nomads de dag voor en de dag na de drievoudige moord op bezoek is geweest bij de afdeling Amsterdam. Wisten jullie van de problemen af die er in Limburg speelden? Daar wisten we helemaal niets vanaf. Maar ja, goed, er komt hier een nomad langs en dan heb je geen gesprek, zeg maar, hoe het gaat met de club. Nou, het enige wat we die avond horen, dat er drie mannen vermist waren. Drie jongens van ons vermist waren. Mm-hmm. En dat is medegedeeld. En dat is ook alles geweest wat er medegedeeld is. Mm-hmm. Jullie hebben nooit geweten, zeg maar, van de onrust hier in de club? Nee. Nee, kijk, maar waar praten jullie dan over? Over het weer en of de bieren? Jij zegt dat hij de dag van tevoren hier was geweest. Dat was dinsdag dan. Ja? Clubavond is dat. Dus clubavond. En dan komt P niet alleen, of die meneer, of wat je daarnet zei. Er komen heel veel mensen hier naartoe. Mm-hmm. Dus... Clubavond zegt het al bij ons. Kijk, we hebben 7 clubavonden in de wijk. Omdat we 7 clubs hebben in Nederland. Nu op het ogenblik nog maar 6. Clubavond houdt in dat wij elkaar bezoeken. En dat doen we al zolang de Hells Angels bestaan. Maar als je een clubavond hebt en je ontmoet elkaar... dan heb je het toch over hoe het gaat op een chapter? Kijk, het is heel simpel. Als jij een probleem hebt bij je eigen club... wordt er van haast tegen gezegd... als jij een probleem hebt bij je eigen club... dat zoek je maar uit met je eigen bestuursleden. En dat zoek je maar uit in je eigen club. Kijk, ik vind het een beetje ongelooflijk. Wij weten niet over een probleem met Zuiden. Ja. Wat Harry al zei, dat zoeken ze zelf uit. Wij hebben hier ook intern, maar dat hebben we een bestuur die dat uitzoekt. Je vraag begrijp ik. Waarom begrijp ik die vraag? Want het zou dan in moeten houden dat als iemand met een criminele activiteit bezig zou zijn, dat hij het dan zou melden. Want daar doel jij op. Nee, je zou ernaar vragen. U kunt het toch maar vragen? Je gaat toch niet als iemand binnenkomt zeggen van... wat heb jij vandaag doen? Heb je nog wat verbodens gedaan? Dat doe je toch niet? Je zegt, moet je een biertje? Waar ben je mee bezig? Een hele normale vraag. Hoe gaat het? Ja, hoe gaat het? We gaan met z'n allen ergens heen. Maar als jij nou met je vrienden in de kroeg zit, zeg jij dan, waar ben jij mee bezig? Ik vind het een heel rare vraag, hoor. Dus nu komen de brothers van mij binnen op dinsdagavond. Hi Piet, waar ben jij mee bezig? Hoe gaat het met je? Dat is toch een hele normale vraag? Dat is een heel andere vraag. Dat ik zeg van, wat ben jij mee bezig? Dat is toch geen vraag? Ja, maar je bent toch gezamenlijk lid van de motorclub? Ja, maar wat wil je nou heen met die vraag? Dus als hier mensen binnenkomen, dan zou ik aan iedereen moeten vragen... wat heb jij vandaag gedaan? Waar ben jij mee bezig? Ik weet het niet, hoor. Ik heb het nooit zo ervaren en ook nog nooit gedaan ook. Hadden jullie dat niet eigenlijk veel eerder moeten doen? Want zoiets als bijvoorbeeld Willem van Bokstel, wat er gebeurd is... of andere leden die toch veel verder in het criminele milieu zitten... dan je eigenlijk op eerste gezicht zou denken. Vraag dan eens door. Je ziet nu dus ook dat als wij erachter komen... waar iemand mee bezig is, dat we hem ook linea recht op straat trappen. Willem van Bokstel... de bekendste Hells Angel van ons land en grondlegger van de motorclub in Amsterdam. Ook de woordvoerder en het gezicht van de beweging in Nederland. Tot half september van dit jaar.
Toen werd bekendgemaakt dat hij betrokken zou zijn bij een plan om ex-Heineken-ontvoerder Willem Holleder te vermoorden. Van Bokstel zou hiertoe de opdracht hebben gekregen van Willem Enstra. Holleder zou geliquideerd moeten worden in het eigen clubhuis van de Hells Angels. Tijdens een clubavond zouden hij en aanwezige leden met explosieven opgeblazen moeten worden. De Hells Angels kwamen erachter en Willem van Bokstel moest vertrekken. Het klinkt als een bizar verhaal. Dit hele verhaal is bizar. Maar dan geloof je dat toch niet? Het hele verhaal is zo bizar dat een man van 35 jaar deze club gedragen heb, zagen naar onze broeders toe, ons niet vertrouwd heb. Om dat te verzwagen. Zo bizar vinden wij het. En wat voor scenario's ze ook bedacht hebben. En wat er ook besproken is. Ik vind elk scenario vind ik bizar. Maar dan vraag je toch door? Ik bedoel... Nee, ik vraag niet meer door. Ik vind het genoeg. Contact met Enstra is genoeg om iemand dus... Nee. Contact met Enstra, het feit dat hij tegen ons een aantal dingen verzwegen heeft. Hè. Als hij tegen mij zit, ik ken de hele man niet. En hij zegt, weet je nou, ik heb hem één keer gezien. En daarna blijkt dat hij 6-7 afspraken met de man heeft gehad. Dan is dat een heel ander verhaal in één keer geworden. En als hij dan op een gegeven moment zegt van, nou ja jongens, ik bedoel, ik heb het verkeerd gedaan, ik heb me erin wat te slepen. Of ik ben meegegaan in een verhaal. En daar is geen sorry voor, om zoiets te zeggen. Dus dat is gewoon voor ons het verhaal af. Willem is de club uit en that's it. Hij heeft gelogen, heeft dingen verzwegen en van kwaad tot erger, dingen, daar stapelt het zich op. Tot op een gegeven moment, als de waarheid boven tafel komt en hij klapt in elkaar en hij zegt, ja jongens, dat heb ik verkeerd gedaan. Dat had ik moeten vertellen, ik had eerlijk moeten wezen. Dan is voor ons, daar is voor ons maar één straf op. En dat had hij, dat weet hij en dat had hij als ieder ander moeten weten. Hij heeft zelf de wetten gemaakt. Dat is één ding, dat is de club uit. Ja, dat is de zogenoemde bad standing. Wat had het in? Bad standing betekent dat hij voor ons, wat ons betreft, de club uit is. Hij levert de spullen in. Hij verdwijnt uit ons leven en that's it. Er wordt niet meer over gepraat. Bij ons is bad standing, betekent ook niet good standing is. Dan ga je de club uit en dan ben je nog welkom in het clubhuis. Dan kan je nog een biertje komen drinken. Maar bad standing betekent, we willen hem nooit meer zien. Nee. Heeft hij alles in moeten leveren en ook zijn tattoos moeten laten verwijderen? Dus hij zal een aantal dingen moeten laten verwijderen. Er komen een aantal datums op te staan. Met een uitdatum, wanneer hij de club verlaat. En de andere clubs worden op de hoogte gesteld dat hij in bed stand in de club is. Dus dat betekent dat hij ook niet meer welkom is in andere clubhuizen van Hells Angels. Ja, nou ja, goed, maar bed standing, dat is in het verleden wel eens gebleken dat het ook gewelddadig gaat. Nou ja, kijk, ik bedoel gewelddadig. Wat is gewelddadig als jij... Nou, mensen die dood worden geschoten bijvoorbeeld. Ja, nou, we zijn bij ons 6-7 man de club gegaan in bed standing. Je kan ze allemaal nog interviewen, dus zo dood zijn ze niet. Heeft hij die tattoos inmiddels ingeleverd? Daar wordt aan gewerkt. Nou, ik heb al gehoord dat ze al verwijderd zijn. Oh, nou ja, in ieder geval, dan is dat gebeurd. Maar er staat een bepaalde tijd voor. Kijk, je kan niet verwachten van iemand die zijn zaken moet regelen. En het een en ander nog moet recht maken. En hij woont dan toevallig ook naast het clubhuis. Ja, dat gaat niet van de ene dag op de andere. Ex. Ja, Barbie is vanaf. 80 jaar party wordt het. Het is alleen 80 jaar muziek. Die Willem Holleder komt hier vaak. Ja. Willem Holleder is gewoon een huisvriend. Ja. Maar dat is ook ex-Heineken ontvoerder en een topcrimineel. Hij is toch een Hells Angel of wel? Nee. Maar waarom komt hij hier? Gewoon om een biertje te drinken? Deze avond is je clubavond. Dan mag jij ook komen. Deze man die staat nou niet echt bekend. Die heeft een grote criminele reputatie. Vind je het dan raar dat mensen denken over de club van... Het is een heel simpel gegeven. Hoeveel mensen wonen in Amsterdam? Ik heb heel veel vrienden. Heel veel vrienden. En als ik nou al mijn vrienden moet uitgaan, gaan weg moeten sturen of weet ik van wat... omdat ze een crimineel verleden of weet ik van wat heb... Ik ga op het persoon af. En als hij voor ons een goede vriend is... Voilà. En als hij de heer Heineken in de begin jaren 80 heeft ontvoerd, waar hij 12 jaar voor gaat, moet ik hem nou weer gaan veroordelen of zo? 1 oktober maakt de justitie bekend dat het onderzoek tegen de Hells Angels in Nederland wordt uitgebreid. Er is een gerechtelijk vooronderzoek gestart om alle Hells Angels afdelingen te onderzoeken. Volgens de Nationale Recherche heeft 80% van de individuele leden een strafblad. Nu moet justitie gaan bewijzen dat de motorclub zich als collectief schuldig maakt aan strafbare feiten. En dat op zo'n schaal dat de gehele club landelijk verboden gaat worden.
Maar de Hells Angels zelf zien dat met vertrouwen tegemoet. De motorclub wil het liefst doorgaan zoals de afgelopen jaren. Ik krijg eerst dat dingetje voor een jaar. Dan pas gaan we verder kijken. Dan moet ik hem blijven rijden. Is dat te krijgen? Zonder schade. Zonder schade. Ja. Kan dat eigenlijk nog wel? Nou, alles wat er nu gebeurd is, Limburg, de moorden, Willem van Boksel die betrokken zou zijn bij een moordplan, hier met explosieve Angels Place zou willen opblazen, enzovoort, enzovoort. De intimidatie op straat, dan ben je toch geen normale motorclub meer? Ja. We zijn nooit een normale motorclub geweest, we zijn Hells Angels. En dat is in onze ogen is dat een normaal leven. Maar voor de buitenwereld is dat geen normale motorclub. Maar er zijn tientallen motorclubs zoals ons. Maar het lijkt net alsof jullie nu aangeven alsof het allemaal de schuld is van de anderen. En we moeten vooral zo doorgaan. Er moet niks veranderen. Inderdaad, ik vind het is allemaal de schuld van de stemmingkwekerij van justitie en de media. Dat jij zulke vragen stelt. Wij zijn altijd Hells Angels gebleven op onze manier. Dat motorrijden gebeuren. En zuiver een motorclub. En verder niks.